Hallo iedereen, het is Rashtar van Team Razer en vandaag is het een dual counter met een zeer goede vriend van mij. Ja, hallo, ik ben Matjas, ik ben een zeer goede vriend van Rashtar. Ik ben zeer vereerd dat ik op deze dual commentary mag meepraten. Geen probleem Matjas, zoals jullie kunnen zien op deze gameplay dat jullie tevoren geschoten had krijgen, speel ik met de M27 op raid. Het is een domination wedstrijd. Qua specs ik gebruik silencer en extended clip op deze M27. Ik gebruik ook de UEV, Orbit en EMP, dat zijn mijn meest geliefde score streaks. Zodat ik mijn team kan helpen, zoals jullie zelf wel weten. Matjas, wat zijn jouw specs? Ja, mijn specs zijn voornamelijk mijn geweer dan is de M8 en de killstreaks zijn hetzelfde als bij Rashtar. Ik zelf ken niet zoveel van het spel, aangezien ik de laatste Call of Duty niet gespeeld heb, maar de vorige wel. Daar dat u zal zien dat het onderste scherm misschien iets minder interessant zal zijn dan het bovenste scherm wat Rashtar is. Maar pas op, Matjas, van onder in het beeld haalt ook wel nog mooie kills. Vandaag gaan we het over enkele leuke topics hebben. We hebben het over festivals, muziek, stijlen in die aard. Zo, Matjas, welke festivals heb jij al meegemaakt of meebeleefd? Wel, in vorige jaren heb ik al het meest bekende van België gedaan, dus Rock Werchter. Daar heb ik Linkin Park en andere grote bands gezien, laat maar zeggen. En dan ben ik ook nog het jaar daarna naar het Doer Festival geweest, wat dan meer bekend staat als een alternatief festival. Zeer bekend voor, laat maar zeggen, drum and bass en dubstep festivals. Welke festivals heb jij al gedaan, Rashtar? Ik heb zelf nog niet veel festivals gedaan, net eigenlijk nog geen. Ik ga vooral naar veel boerenfuifjes, van die kleine fuifjes, die zijn wel bij de meesten denk ik wel bekend. Ik ga ook wel naar bals. Ik weet niet als, bals is bij iedereen wel van een middelbare school, daar ga ik ook wel nog graag naartoe. Maar vind ik wel persoonlijk redelijk duur voor gewoon een fuif. Maar van het jaar ben ik wel van plan om naar een festival te gaan, natuurlijk samen met jou misschien. Ja, zeer graag. Normaal gezien gaan we naar Sunrise Festival. Dat is een festival voornamelijk voor hardcore, wat dan toch wel hardcore en dubstep en drum and bass. Dat is toch wel een van mijn favoriete muziekstijlen, dus de drum and bass, hardcore en dubstep. De laatste tijd verluister ik vooral veel naar hardcore, vroeger niet zo vaak, verluister ik vooral naar drum and bass en dubstep, maar aangezien dat daar de industrie wat stilvalt en dat er niet echt veel meer goede tracks op de markt zijn, nu vooral ook de community van de drum and bass valt een beetje stil, het wordt allemaal te commercieel, like Skrillex. Vroeger was die heel goed, maar nu vind ik dat hij de commerciële kant op gaat, hij wordt wat softer, hij gebruikt wat meer elektronische geluiden, waar ik niet zo erg fan van ben, ik ben eerder voor meer voor de dark dubstep en dan voor de hyper drum and bass, wat een goede beat achter zit en de Inderdaad, maar Skrillex is zelf de laatste tijd een beetje, laat maar zeggen, weggevallen. Veel nieuwe tracks hebben we niet meer gehoord van hem. Zeker. Ik herinner me nog dat ik naar Brussel zelf ben geweest, naar een optreden van hem. Dat het heel goed was, maar sindsdien is eigenlijk alles bergaf gegaan voor Skrillex. Ja, inderdaad, Skrillex, daar hoor je eigenlijk niet veel meer van. Qua de drum and bass kant, Netska natuurlijk, onze Belgische DJ waar we allemaal proud op zijn. Hij is echt een knaller in zijn vak. Ja, inderdaad. Ik ben niet lang geleden, denk ik 2 weken geleden, nog naar een concert geweest in de Lotto Arena van Netsky. Ik moet zeggen, die man is echt zeer goed bezig, wat hij allemaal doet. Is gigantisch. Hij heeft een Lotto Arena uitverkocht gekregen en eigenlijk heel de boel op stelten gezet. Ja, jongens, misschien zijn jullie ook geweest naar Lotto Arena, naar Netsky. Kun je dat gelieve in de description of in de comment section ook eens zeggen als jullie geweest zijn en wat willen jullie van Netsky vinden. Eventueel ook van Skrillex en welke muziekstijlen jullie ook natuurlijk zeer leuk vinden of wat jullie naar luisteren en zo. Ja, en laat ons zeker ook weten naar welke festivals jullie waarschijnlijk deze zomer naartoe gaan. De mogelijkheid is dat we elkaar dan misschien wel eens meeten, je weet maar nooit, dat we met bepaalde mensen op een festival meer contact kunnen zoeken. Je weet maar nooit. Ons doel is gewoon om zo interactief mogelijk te zijn met jullie luisteraars en COD-liefhebbers en zo de meest mogelijke interesses samen te delen. Uiteraard. Matjas, u bent nu al, toch wel even in de commentaar. Kan je misschien even jouw gaminggeschiedenis, jouw experience vroeger in de gaming, even vertellen ook? Ja, ik zelf ben begonnen met
online gaming in de periode van Call of Duty 4 zal het waarschijnlijk zijn. Ja, dat kan ik me nog goed herinneren. Dat was de eerste Call of Duty die laat maar zijn, zeer sterk online was begin opleven. Behalve Call of Duty 2 dan, maar die was pas later eigenlijk heel sterk beginnen opkomen. Ik heb in het begin zeer veel met Rashtar gespeeld. Aangezien het een jeugdvriend ook is en hij niet ver van mij woont. En zo het eigenlijk simpel was om samen te gamen. Zo hebben we heel lang samen gespeeld, maar na latere tijd, maar dan spreek ik over 3-4 Call of Duty's verder, ben ik eigenlijk niet zo ver geïnteresseerd geraakt door Call of Duty. Omdat het iedere keer wel terug €60 bij was en het begon te wegen. Bedankt Matjas voor je hulp bij deze commentaren. Gelieve allemaal eens te subscriben en te liken op Facebook. En ik zie jullie allemaal nog eens later in de volgende commentaren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.